zit je hier op de wc, maar wat doe je hier? Ik ben aan het kakken. En waarom? Nou ja, ik ben eigenlijk hard aan het werk. Want de poep en plas die wij dagelijks produceren, dat kan de wereld voeden. Met het broodje poep staat Fides op de DDW om te laten zien wat er eigenlijk allemaal kan met onze ontlasting. Nou, dan pakken we die poep en dan gaan we dat composteren. En het composteringsproces is geniaal. Dus wat dat doet, is bacteriën eten die poep op en die maken er aarde van. En dat zie je hier. Do Touch, dit is dus compost van menselijke poep en plas. En het is gewoon hele nutriëntvolle aarde geworden. Nou, dat heeft de bodem nodig. Dus wij hebben een broodje poeptuintje. Daar strooien we dat op, dat voedt de bodem. En de bodem, daar groeien planten op, ingrediënten. En daar maken wij onze broodjes van. Dus je hebt hier bieten gemaakt op de compost van menselijke poep en plas. En die zitten op onze broodjes. Onze broodjes poep. Vanuit de foodtruck wordt het recyclen van poep aan voorbijgangers uitgelegd. En zo'n broodje poep valt nog helemaal niet tegen. Dan willen ze vragen hoe het smaakt. Oké, ik ga het proeven. Ja, nee. Gewoon precies wat de natuur moet doen met poep, toch? Nieuwe dingen gaan maken, planten, voedsel. En ook de jonge bezoekers vinden de poepbroodjes wel smakelijk. En, hoe vind jij hem? Lekker. En waarom? De brood is ook lekker hard en het sausje is niet te veel smaak en niet te weinig. En hoe vind je dat broodje poep nou? Lekker. Waar smaakt het naar? De saus. Fides' doel is dat de voedselkringloop wereldwijd gesloten wordt. Dat betekent dat we ons eigen poep niet meer zomaar door de wc spoelen, maar gaan gebruiken als grondstof voor onze producten. En dat moet makkelijk kunnen. Het is een wereld, er is veel gaande. Ik voel me machteloos daarin, maar poep en plas. Ik hoef eigenlijk niks te doen op een dag, behalve te poepen en te plassen, om ervoor te zorgen dat ik bij kan dragen aan de aarde. Nou, dat is toch geweldig? En de bezoeker van de DDW kan zelf ook een bijdrage leveren als ze willen.